Goedemorgen, spreek met Ferry. Hey Ferry, welkom bij de Henny de Haan-Cup. Goedemorgen. Jij hebt er ook zo eentje, hè? Ja, ik ben Ferry. Ik heet Ferry en ik werk op de Ferry als kok. En ik heet ook kok als, van mijn achternaam. Dus. Wacht even. Oké, okay, je gaat heel hard, Ferry. Je bent kok en je heet? Ik heet Ferry. En ik werk op een ferryboot als kok. En ik heet ook kok met mijn achternaam. Wacht heel even. Nee. Je bent... Ferry! Ferry, je bent kok op een ferry. En je heet Ferry Kok. Ja, dat klopt helemaal. Oké, jongens, dit was de laatste. Ja, dit is hem. We kunnen stoppen. Laatste stemdag van de Radio Freak Awards, jongens. Wat? Van wat? De Radio Freak Awards. De Radio Freak Awards. Elsa die zegt nog, ik let er niet goed op, want we hadden het er net al even over. En Elsa die appt via de app van 538. Ik hoorde iets over stemmen, beste sidekick, maar ik weet dus niet of het een grapje was of niet. Nee, het is echt, Chris is echt genomineerd. Ik snap dat je denkt dat het een grapje is, maar... Thanks, man. Het is echt het geval. Ja, je bent genomineerd. Ja, beste sidekick. Beste sidekick. Ik heb geen belletje gehad of niks. Nee, je bent niet genomineerd. Nee, ik word nooit gebeld. Nee, want Rick Romeijn, die snap ik ook heel goed. Die is genomineerd. Die snap ik zeker. En Caroline Brouwer van Radio 2. Ja. Maar we gunnen het natuurlijk maar één iemand. Ja? Er is maar één iemand die zo hard werkt. Ja. Er is maar één iemand die zich de afgelopen jaren zo enorm bewezen heeft. Afgelopen jaren zelfs inderdaad, zeker. Na jaren van trouwe dienst. En als je stemt, dan is het maar op één man. De man met het meeste talent. Zeker. Rick Romeijn, goedenavond. Hey Wietse. Wat verdomme. Zijn jullie er klaar voor vanmorgen? Ja. Zijn jullie heel gespannen? Nee. Ik heb vooral heel veel zin in, maar bij een beetje spanning ook wel. Ja. Ja. Een klein beetje. Ja. Ik vind het zelfs spannend, kan je nagaan. Ja. Ja. Jij bent er ook de hele dag bij morgen, toch? Ik ben er de hele dag bij. Gezellig. Alles bekijken. Het is een beetje hetzelfde als een borstvergroting. Je moet gaan liggen en het maar over je heen laten komen. Wat erg. Ja, is exact dat. En dat klopt wel, want de volgende dag voel je alsof je door een vrachtwagen overreden bent. Ah, ja, na al die ontlading. Ja. Nou. Ja, zo heb je al vaker een jubileumuitzending gehad. Hey, wat zit er in het nieuws vandaag? Mijn tieten zijn al 6 jaar oud inmiddels, hè? Echt waar? Ja, we hebben een jubileum gehad. We kunnen er helemaal een hoop gooien, 4 en 2. Van het ene jubileum naar het andere. Ja. Nou, van het ene duo naar het andere. Ja. Nou, de vraag is, wie is Koen en wie is Sander? Nou, eentje is inderdaad groter dan de andere. Maar dat is altijd zo, hè? Dat hoeft niet per se nep te zijn. Goed, jullie mogen raden wie, welke en welke. Ik denk dat de rechter iets groter is. Nee. Ah. Dus dan ben jij de linker. Frank Vrolijk aan de telefoon, goeie naam. Ja. Frank, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Frank. Wat een bedrag heb jij hier gestuurd? Ja, mooi, hè? Zo, €738,95. Ja, wat is er gebeurd, Frank? Nou ja, wij hebben een jonge hond, een tekkel. En ik had mijn gehoorapparaat, ja, dat doe ik s'avonds, doe ik dat uit mijn oor. En ik had hem op de tafel neergelegd. En de andere ochtend moesten we snel weg. En ik zoek naar het apparaat. Ik denk, nou, dat komt straks wel. Maar we komen 's middags thuis en nergens meer dat apparaatje te vinden. En op een gegeven moment had ik even een beetje stofzuigen. En ik zie er even 2 onderdeeltjes leggen. En de rest had ze opgegeten. Nee, joh. Je tackle je hoorapparaat. En toen luisterde nog niet. Frank. Heeft de tackle je gehoorapparaat opgegeten? Ja. Ja, en toen luisterde nog niet, hè. Nee, ze luistert nog niet. Morgen is het 60 jaar, Koen en Sander. Daar gaan we natuurlijk heel erg uitvoerig bij stilstaan natuurlijk. Maar Koen, ja, het is een irritatiefactor bij jou. Ook bij mij en bij meer mensen. We willen een beetje goed voor de dag komen, weet je wel. Maar gaat dat in deze studio? Mag ik hier antwoord op geven? Ja, dat mag zeker. Nee, dat gaat zeker niet. Dat gaat zeker niet. Dat is nou gewoon... Het is natuurlijk radio, het gaat vooral om de audio... maar beeld is tegenwoordig ook belangrijk. En ja, wat zie je nou als je de webcam aanslingert of TV 58? Nou, je ziet... Ik kijk nu naar het shot. Oh, nu zie ik dat lelijke hoofd van mezelf. Even terug naar mij. Tij, de cameraman. Ja, die staat nu terug. Nu zie je Sander in beeld, maar je moet heel goed kijken... want je ziet een soort van witte waas...
van het plexiglas. Ja. Want we hebben het, we zijn coronaproof hier bij 538. Dus er staan, het is allemaal plexiglas. Maar ja, je ziet de DJ's niet meer. Dus, en omdat we weer een lockdown ingaan, dus er komt meer en meer... Overigens hadden we al ons spaargeld in plexiglas moeten stoppen. Hè? Dan was je nu multimiljonair geweest. Zeker, ja. Dat is dus duurder dan goud inmiddels. Maar hoe maak je dat nou voor eens en voor altijd goed schoon? Ik ga het nog één keer uitleggen. Oh. En het is al meteen goed voor morgen als Beatrix langskomt en Maxima natuurlijk. Ja. Ja, je toch? Je kan gommers niet hier ontvangen zo. Nee. Wat heb je bij je? Wat heb je een sopje ook echt. Ja, kijk, wat is nou plexiglas, vies? Kijk, het wil natuurlijk, omdat het wordt snel statisch, dus het trekt vuil aan. Ja. Dus wat heb je nodig, Koen? Een god, hoe heet het ding? Een doekie. Ja, wat voor doekie? Ja, nou toch, kom op, zeg. Aflevering 32. Ja. Dat gaat nou niet dat je zeggen dat je dat niet weet. Want dan is het morgen niet, gaat het morgen niet eens door, meneertje. Dan ga je maar lekker jeetje. Ik heb een blackout. Ja, ik heb een blackout. Ik heb een blackout. Een microvezeldoekje. Nou, dat is dit dus niet. Oh. Ze waren even op in de tand. Dus dit is gewoon weer... Het is geen microvezeldoekje. Nee, het is geen microvezeldoekje. Vertel mij wat. Het is een godverdomme schande, joh. Ben je hier 81... Dit is gewoon een vaardoek. Ja. Duizend dingen doekje. Giel Belen trekt zich er niet meer mee af, heeft hij laatst gezegd. Maar wat je moet doen... Omplexigas. Ik ook even mijn blouse uit natuurlijk. Het wordt ook nog zo warm, joh. Het is hard werk, hoor. Huishouden is al poetsen. Niet lullen, maar poetsen. Maar poetsen is altijd poetsen. En soms moet je ook je lul poetsen, zegt Giel Belen. Oké, Koen Zwijnenberg. Wat heb je nodig? Een microvezeldoekje. Het is nu een vaatdoekje, maar voor de vorm. Een microvezeldoekje. Ja, je wilt toch streeploos hebben natuurlijk. Wat heb je nodig? Glasseks. Nee. Oh. Keukenontvetter. Nee, ook niet. Is gewoon alles reiniger? Nee, ook niet. De desinfectiereiniger? Ook niet. Gewoon een beetje warm water. Nee. Ja, dat is alles. Warm water. Kijk, en nou komt de truc. Ja, ik voel de spanning, want als het nou niet lukt, ja, dan sta ik natuurlijk voor aap. Maar je maakt gewoon, kijk, je pakt een plexiglasje. Gewoon warm water. En dit is dus een vaatdoek. Dus dat is niet zo goed als een microvezel. Je ziet de streepjes, hè? Maar dan komt de speciale. En dan zie je toch mijn Friese roots. Wat gaat hier nu gebeuren? Gewoon. Een krant. Een stukje krant pakken. Hè? Ja. Nou ja! Nou ja! Hey! Ja! Hey! Nou, Koen, ik heb hier water en een stukje krant. Als jij de rest even van het plexiglas doet. Ja, als je naar het radioprogramma luistert, en je luistert vaker naar het radioprogramma. We zijn wat andere dingen aan het proberen, dus mensen op een andere plek. Zo is Klaas het weerbericht gaan lezen. Nou ja, we zijn inmiddels een half uur verder. Dat is heel fijn. Het is ongelooflijk. En het is leuk, want Chris, jij hebt ook een nieuwe rol natuurlijk. Ja, mijn rol zou iets uitgebreid worden. Ja. Ik deed eerst het weerbericht. Ja, maar daar ben je afgehaald, hè? Daar ben ik van afgehaald. Dat doet nu Klaas. Ja. En nu mag ik dan de flitsers doen. De flitsers. Ja, en op deze manier is dan mijn rol uitgebreid. Alleen, er zijn geen flitsers. Goed, dan gaan we weer door. Nee, jongens, wij zijn hier namens alle discjockeys en alle radiocollega's van Radio 538. Want we willen graag een cadeautje aanbieden, nou, natuurlijk. Zeg, jeetje, wat lief van jullie zijn. Ja, 16 jaar is niet niks. We hebben even een stapje teruggedaan van de show en is gekeken naar 16 jaar Koen en Sander. Wat blijft er plakken? En we waren het er allemaal unaniem over eens dat dat maar één ding is. Oké. Dat jij natuurlijk ooit ging kakken op Utrecht Centraal terwijl je thuis een date had zit. Ja. Ja, ik vind mijzelf een man van verhalen, maar deze, hier kom ik niet overheen. Dit is echt het allerbeste verhaal wat de Koen en Sander show ooit heeft gebracht. Moet dit daar ook weer opgerakeld worden? Was hoe zat het ook alweer? Nee, ja, het was zo. Ik had een vriendinnetje toen, maar dat had ik nog niet zo heel erg lang. En je hebt wel eens dat je niet zo heel erg lekker voelt, hè? Dat je denkt... ik heb zwaar getafeld gisteren. Nee, ik had gewoon een enorme buikloop, buikgriep. Maar ja, ik dorstte gewoon niet naar het toilet te gaan. Ik dacht, ik ben in de auto gaan zitten. Ik ben naar Utrecht Centraal gereden. Ik ben in zo'n Dixie-achtige dingen heb ik alles laten gaan. En toen ben ik weer teruggereden naar huis. Terwijl zij thuis zat te wachten. In de notendop is dit wat er gebeurd is. Ja. En zie jij je auto maar eens bij Utrecht Centraal? Ja, nee, dit heeft 3,5 uur geduurd. Ik zat met zweetdruppels op mijn voorhoofd. Dat ding heb ik dan nog net niet op spoor 18 neergezet. En zo, ja. Nee, dat is hoe is het afgelopen met deze date? Dat is heel lang mijn vriendin gebleven ook nog. Dus dat ben je. Ja, maar fijn dat je er weer even over begint, Frank. Ja, nee, ja, kijk, wij dachten, dat is toch het verhaal dat een beetje blijft. Dat is wat 16 jaar Koen en Sander heeft gebracht. Ja, en Sander heeft er ook iets mee. Dat is het vochtige toilet. Weet je, de doekjes, de vochtige toiletdoekjes. Ik, dus ook dat zit in die hoek.
poepverhalen. Ik kan er niet genoeg van vertellen en aanhoren ook. Nou ja, met dit verhaal in ons achterhoofd. Jongens, ja. Ik ben hier zo bang voor. Ik zie enige een beetje nerveuze blik hier. Daar komt nu een doosje. Met een strikje eromheen. Dank namens alle collega's van 538. Dus ja, oké, ik ga hem openmaken. Heb jij een idee, Land? Nee, ik heb echt geen idee. Ik ook niet. Ik hoop dat het de sleutel is van een eeuwige openstaande Dixie. Bijna. Oh. Zit er heel veel confetti in? En een sleutel. Oh, nou. Ja. Ja. Jongens, vanaf nu hebben jullie allebei je eigen toilet bij 538. Nee! Ja. Nooit meer toiletproblemen. Nooit meer richting Utrecht Centraal. Als je tijdens de show denkt, ik moet een poepje doen, een plasje doen. Je hoeft niet naar huis, je hoeft niet weg. Je hebt je eigen toilet. Je laat het daarachter en de volgende dag tref je het weer aan zoals je het hebt laten liggen. Maar dat is gewoon de sleutel van het kantoor van Mark Adriaan. Ja, ik weet het nog niet. Wat een kutding is dit. Ja. Oké, man. Ja, heb je hem? Het is sneller die je hoort, dwars door Gatje heen. Met Sam Validera Justino, de gasten in de avondshow van 538. Koptelefoontje, heen en weer, sjoegen. En ik heb hem laten vallen, sorry. Nou, dat maakt sorry uit. Voor mijn taal, ik wist ook niet dat de mic aan stond. Misschien zijn we wel verzekerd bij Interpol, dus je weet het allemaal niet. Ja, dan komt het goed. Ik zie iets in mijn ooghoek, Sander. Het ene hoogtepunt volgt het andere hoogtepunt op. Want dames en heren, luisteraars van de Koen en Sander Show, nou, jullie worden op je wenken bediend. Hallo, lieverd. Hier in de studio is Jo van Egmond! Hey. Hi, lang geleden. Jemig Jootje. Hey, hoe is het? Is het met jou, joh? Ja, gefeliciteerd, jongens. Nou ja, jij ook, jij hoort erbij, hè? Jij bent one of us. Ja, dankjewel. Hebben jullie een leuke dag tot nu toe? Vanaf nu begint het pas echt. Oh, nu begint het pas echt. Het avondprogramma gaat beginnen. Hey, lieve schat, hoe is het met jou? Ja, goed. Goed wel. Goed wel. Goed wel. Hoe is het leven als moeder? Oh, eerlijk? Ja. Ik vind het heel, heel heftig. Ja, nog 18 jaar? Ja. Ik ben 10 jaar ouder geworden. Ja. Vreselijk. Niet gelogen. Ik vind het echt heftiger dan ik... En wat vind je het heftigst? Het krijsen. Dat vind ik vooral heftig. En van Juna? Ja. De poepleiers. Ja. Nee, ja, het is... iedereen zegt natuurlijk, het is zwaar, maar... Dat is het ook. Dat is het dus ook, ja. Hey, en voel je nu ook door deze periode dat je leven echt op zijn kop staat? Dat je gewoon geleefd wordt? Ja, vooral geleefd wordt. En ik moet heel vaak naar het ziekenhuis, want ik heb nog een borstontsteking. Dat is één grote pusplek geworden. Dat trekken ze daar al leeg. Dus het is echt, mijn leven is echt heerlijk geworden. Het is echt fantastisch. Nou, ik ben blij dat... Ja, uit beide borsten komt wat wit. Bij de ene is het pus en bij de andere is het melk.